Eigenlijk, als je klein bent, ben je constant bezig met poep, of met baby's bijvoorbeeld. Maar later willen we er eigenlijk niks van weten. Dan laten we het achter, we kijken ook vooral niet. We doen alleen deze en we gaan weg. Hey, poep is het eerste wat je zelf kan maken. Dus als je een klein kindje bent... Kijk, eten is destructief. Hè? Dan heeft iemand een heel mooi bord eten gemaakt. Dan stop je in je mond, gaat allemaal stuk. Maar poep, dan maak je echt iets. Het is iets creatiefs. En vooral als je een klein babytje bent. Je kan nog niks. Je kan geen goed gesprek voeren. Je kan nauwelijks overeind staan. Ja, één ding kan je maken. Dat is, en dan hoef je niet eens eerst naar een winkel om klei te kopen of zo, waar je het van maken kan. Maar je hebt ook de grondstof zelf gemaakt. En dan ga je naar je moeder en dan zeg je... Kijk eens. En als je nou een hele aardige moeder hebt, dan zegt je moeder... Tjonge. Weet je dat zelfs jouw vader nog nooit zo'n grote mooie gemaakt heeft? Het is het mooiste wat je... Zo begint het leven. En dan na een jaar of 2, 3... dan opeens moet je zindelijk gemaakt worden. En dan is opeens wat je daarnet nog grote trots was... dat is opeens iets heel vies waar je het niet meer over mag hebben. En daarmee ontstaat het probleem dat de mensen de rest van hun leven... eindeloos ouwe hoeren, wat er allemaal ingestopt moet worden. Nou, met die kerstdagen weer, dat gelul over dat eten. Maar het eigenlijke werk... He, want kijk, eten, dat gaat maar tot hier, hè? Dus al die tijdschriften die je leest en wat je nou weer moet koken... Belinda en zo. Gaat allemaal... Geen kwaad woord. Het gaat allemaal tot hier. En dan houdt het op in die tijdschriften. Terwijl het eigenlijke werk, dat begint pas daarna. Nou, ik heb er een heel editorial over geschreven in de Linda. Ja, dat zegt over poep? Ja. Wat was je punt dan? Nou, omdat ik ben eigenlijk dol op kamperen. Maar de enige reden dat ik dat dus nooit doe... is vanwege dat je dan op zo'n toilet moet en er is zo'n opening... en dan hoor je de plons van de buurman, zeg maar. En dan, ik ga helemaal op slot. Dan ga ik gewoon een week niet en dan krijg je een soort bevalling, zeg maar. Ja. En dat is echt voor mij de reden. Maar dat ontneemt nooit je meer naar een camping te gaan. Ja, maar genoegen. Dan ben je ook nog een bekende Nederlander, weet je. Dat maakt het niet makkelijker. Dat is je eerste foutje. Als we steeds try going in Saudi Arabia then or Morocco. What happens there? You have to kind of squat. Oh, really? If you're somewhere in the Atlas Mountains, that's for sure. But that's the best way to actually to poo. To squat. Because if you toch, if you squat... the opening is like really open. And that this is true, apparently so, right? Yeah, yeah.